welkom bij deze nieuwe aflevering van Rix Wacht. Ik ben Rix en op mijn kanaal gaat alfabet balans doen we elke letter twee leuke zetten. We zijn bij het eerste L, dus het aangekomen, dus ik ga lava cakejes maken. Dat zijn hele lekkere cakejes van de binnenkant nog niet gaar is, waardoor die zo lekker uitloopt. Ik ga jullie laten zien hoe het moet, dus laten we snel beginnen. Oké, de lava cakejes dus. De oven die staat voorvorm op 200 graden. En ik heb hier een cupcake vorm, die heb ik even ingeboterd, zodat zo meteen de cakejes er makkelijk uit willen. Dus nu gaan we gewoon beginnen. Ik heb hier 125 gram gesmolten boter. En die giet ik bij 125 gram pure chocola. En omdat de boter natuurlijk nog een beetje warm is, gaat de chocola vanzelf smelten. Dus dat laten we gewoon even zo staan. Wil je nou gewoon witte lava cakejes maken, dan kun je ook gewoon witte chocola gebruiken. Melkchocola, het is maar net wat je lekker vindt. Pure chocola vind ik zelf lekker, dus dat ga ik gebruiken. Maar wil je er variatie aan brengen, dat kan natuurlijk. Wat we ondertussen gaan doen, terwijl dit staat te smelten, is we gaan de eieren opkloppen, au bain-marie, samen met suiker. Ik heb hier 4 eidooiers. En 50 gram suiker. En nog 2 gewone eitjes. Dus eerst even hierin, zodat ik zeker weet dat er geen schil bij komt. En dan pas doe ik ze daarbij. Au bain-marie is dus dat je een pannetje met water hebt, kokend water. Daarbovenop gaat de schaal. En in die schaal, daarin maak je hetgene klaar wat je klaar wil maken. Dus in dit geval de eieren met suiker. En omdat je dat boven pannetje kokend water doet, kan het nooit verbranden. Omdat het nooit warmer dan 100 graden kan worden. En het is een hele veilige manier van iets verwarmen zonder het te kunnen verbranden. Ik ga dit gewoon even met een hand mixen. Ga ik dit opkloppen totdat het mooi luchtig is. Zo, zoals je ziet, dit is nu hartstikke luchtig. De chocola is nu ook mooi gesmolten in de boter. Dus dat meng ik er eventjes doorheen. En dan haal ik de eieren van het vuur. Wat ik nu ga doen is, ik ga de chocola door de eieren heen vouwen. Dat doe ik eventjes met een spatel. Vouwen houdt in dat je heel voorzichtig, niet met de garde, alles er doorheen vouwt. Dus je maakt deze beweging in plaats van heel heftig rond te draaien. Want als je heel heftig gaat ronddraaien, dan snij je altijd lucht er weer uit en wordt het dus minder luchtig. Dus als je dit heel voorzichtig zo er doorheen vouwt, dat is het beste. De chocola zit er doorheen en dan gaat er nu 50 gram bloem bij. Zoals je ziet is het best wel een klein beslagje. Het is ook voor ongeveer 6 cakejes. Dus maak je dit nou als dessert voor iets, dan zou ik zeker eventjes een paar extra maken. Gewoon het recept dan verdubbelen. Keer 3 of keer 4, maar net hoeveel je er nodig hebt. Maar uit dit recept kun je er 6 halen. Zo. Dan heb ik hier een spuitzak, daarin ga ik het beslag doen. Zodat ik zo meteen vormpjes makkelijk kan vullen. Probeer je schaal goed leeg te maken met de pannenlikker, want elk stukje beslag wat je er nog uit kan halen is natuurlijk lekker meegenomen, omdat het al niet zo'n groot recept is. Zo. En nu laten we dit eventjes een beetje in de koelkast wat afkoelen, zodat het is nu nog heel erg warm en als het warm erover gaat wordt het sneller gaar. Je moet natuurlijk dat de binnenkant, die moet natuurlijk lekker zacht blijven, dus we zetten het even in de koelkast eventjes 10 minuutjes totdat het wat meer is afgekoeld. Oh, en nog even snel een tip. Als je deze in de koelkast legt, ik doe dan altijd even snel een elastiekje om een puntje, zodat er niks zomaar uit kan lopen. En de onderkant die knip ik ook nog niet open. En probeer de randjes schoon te houden, zoals je ziet. Ik zit nu helemaal onder de chocola. Ja, maar dat is wel moeilijk. Vooral als je niet zo'n grote spuitzak hebt, dan is het moeilijk om de randjes schoon te houden. Maar probeer dat niet, anders ga je nogal knoeien. Spijt
het werk af. Hij heeft even 10 minuutjes in de koelkast gelegen. En nu gaan we alles mooi vullen. Er komen een grote stukje van af. Je hebt altijd nog een beetje beslag over, dus je kan er, nou dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf hoe groot je vorm is. Maar ik kan er dus zelfs nog wat meer uithalen. Dus ik ga nu 9 à 10 minuutjes de oven in, dan moet je ze er direct uithalen, zodat ze niet door kunnen garen. En dan gelijk serveren. Oké, de cakejes zijn uit de oven. Ik ga ze nu omdraaien op deze glazen plaat. Dat ze natuurlijk niet kapot maken. Best wel makkelijk uit. Oké. Maar goed, ik ga ze serveren op zo'n mooi bordje. En daar ga ik dan een bolletje vanille bij doen. Zo. En wat ik dan nu ga doen, ik heb ze net een klein roosje gemaakt van een aardbei. Ik ga hem even in close-up laten zien hoe ik dat doe. Oké, het is eventjes oefenen, maar wat je eigenlijk doet is gewoon telkens een klein stukje zo snijden en dat dan een beetje naar buiten zetten met je mes. En zo werk je dan naar binnen. Zo, nu heb ik dan de onderste rij gedaan en dan ga je gewoon daarboven. En het is natuurlijk niet het mooiste roosje ooit, maar het is een leuke toevoeging. Zo. En je gaat er dan leuk op. Nou ja, dat is hem dan al, de lava cakejes. Super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet ook zeker niet te abonneren. Ik post elke maandag om 4 uur een nieuwe video. Heb je dit nou gemaakt? Tag me op Instagram. Dat vind ik super leuk om te zien. Al mijn socials staan in de beschrijving. Waaronder ook mijn website. En ze is echt helemaal uitgewerkt. Dus die zou ik zeker even checken. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien. Doei!